Ja, waarom ik meedoe aan het project Zonvloed, het is omdat het Bijbelsmuseum gewoon een hele toffe plek is. Ik heb er een heel aantal projecten al mogen doen. Ik heb hier met de Hoofd zonder Lust gespeeld en een aantal andere dingen. Ze zijn altijd bereid om gewoon alles te verkennen. Ik werk graag met jonge kunstenaars op zoek naar een nieuwe interpretatie. En voor mij is Zonvloed speciaal interessant. Onder andere door de film Noah, die ik laatst zag. En die gaat over... De regisseurs daar hebben een heel ecologisch verhaal van gemaakt. Dat echt gaat over de mensheid die gewoon nul respect meer had voor natuur. En daardoor echt er een zwarte, lelijke, rottige bende van maakte op aarde. En zegt van dat moet anders, anders gaat heel die aarde verloren. En Noah als enige natuurliefhebber ongeveer. Met een aardige twist erin, omdat Noah ook zoiets heeft van ik moet ook sterven. Want dan is eindelijk de aarde verlost van de hele mensheid. En dat was zo'n twist aan het hele verhaal, van ik niet weet of het waar is, maar het is niet eens zo, of tenminste of die schrijvers dat bedoelden, maar het is niet eens zo relevant. Het trekt opeens een blik aan dimensies open die alleen maar toevoegen aan het verhaal. En als laatste punt denk ik waarom Zonvloed, is omdat het zo'n snoeihard verhaal is, waar niemand van ons trekt als we dat echt bekijken, hoeveel mensen daar dan sterven in dat verhaal. Vrouwen, kinderen, mannen, allemaal slecht op de een of andere manier. Nou, dat kan helemaal niet. Dus, en nou ja, als religie niet schuurt, dan hebben we het niet nodig. Dus het moet ergens pijn doen. Dit verhaal doet pijn. Dus nou, dan zit daar volgens mij ergens een betekenis in waar ik, die ik graag wil vinden. Een van de vele betekenissen van het Zonvloedverhaal in onze tijd gaat volgens mij over wat doen we met het vele kwaad dat we aantreffen. Is dat iets om vrede mee te sluiten? Om te zeggen van, zo is het nou eenmaal. Er zitten goede dingen in ons, er zitten lelijke dingen in ons. En we moeten een soort midden vinden. Of moet het kwaad echt weg? Is dat wat waar is? En waar sta ik dan? Heb ik mij overgegeven aan het feit dat ik nou eenmaal ook lelijk ben in de dingen die ik doe? En dat nou eenmaal bij me hoort? Of wil ik eigenlijk die weg van Noach? Is die dan bereikbaar? Ja, ik denk die vraag, is het kwaad intrinsiek onderdeel, moeten we er vrede mee sluiten, het zij zo? Of is er een weg naar bevrijding daarvan, naar schoonheid, naar het goede? Die vraag vraagt in elk geval het Zonvloedverhaal.